eens duiken in de geschiedenis van Largo Winch. Ja, Largo Winch, de miljardair in spijkerbroek. Tenminste, zo staat dat altijd op de achterzijde van de albums. Een 26 jaar en aan het hoofd van een onderneming die 10 miljard dollar waard is. En de grote vraag is, waar komt al dat geld vandaan? Waar komt het fortuin van Largo Winch vandaan? Dit is het laatste album dat Sean van Hamme heeft geschreven vanuit deze reeks. En dit is het eerste album van Eric Giacometti, die het stokje heeft overgenomen. Dit zijn de enige Largo Winch albums die ik heb. Niet omdat ik het een slechte reeks vind. Ik lees de albums heel graag. Ik heb ook meer albums gelezen. Maar ja, ik kan niet alles sparen, dus daarom heb ik er maar een paar. Goed, hè, een succesvolle reeks. Van Hamme die is gestopt ermee. Ja, en toen kwam in één keer het idee van, weet je wat, we gaan een prequel maken. Ja, en dat werd deze. En als tekenaar werd Philippe Berthet aangetrokken. Nou, die heeft natuurlijk een hele andere tekenstijl dan Paul DeFranco. Die een wat realistischere tekenstijl heeft. Philippe Berthet is meer een klare lijntekenaar. Maar ik vind het wel mooi. Maar ook met die inkleuring geeft dit toch een hele andere sfeer. Het draait dus om de geschiedenis van Largo Winch. Of in ieder geval zijn voorvaderen. En het begint bij Vanko Winkslavs. Jongens, is echt tongbreken dit, hè? Echt een tongbreken. Dus wat dat betreft ben ik blij dat hij uiteindelijk Winch is gaan heten. Zijn voorvader Vanko is in 1848 is hij een leider van de opstandelingen in Montenegro in de Balkan. Er staat een prijs op zijn hoofd, dus hij ontvlucht en hij komt uiteindelijk na wat omzwervingen in Amerika terecht. En hij belandt daar al meteen in een wat complexe situatie met een vrouw die hem geholpen heeft. Maar goed, hij gaat daar naartoe. En uiteindelijk vindt hij daar zijn weg. En ja, dan ontwikkelt zich even die hele geschiedenis. Hoe hij langzaam vanuit een berooide Servische dokter in Amerika komt. Totdat hij uiteindelijk zijn familie wat geld bij elkaar gaat krijgen. Ik moet wel zeggen, vanaf het punt dat hij in Amerika kwam. Vanaf dat moment vond ik het verhaal toch echt wel beter worden. Dat beginstukje, dat vond ik een beetje, ik weet het niet. Het voelde een beetje rommelig aan. Ik vind de lettering trouwens ook niet zo heel erg fijn in dit boek. Dat voelt een beetje schreeuwerig. Dat is het enige echte kritiekpuntje wat ik op dit boek heb. Daarbuiten moet ik zeggen, was ik echt aangenaam verrast. Dat ik toen ik eenmaal aan het lezen was, dat ik echt gegrepen werd door het verhaal. Omdat ik gewoon heel benieuwd was. Omdat er gewoon allerlei verwikkelingen in zitten. Dat lijkt wel een klein beetje op een soap, zou ik bijna zeggen. Want allerlei relaties, kinderen en ja, complex. En ik wil daar gewoon niet te veel over vertellen. Want ja, dat moet je echt zelf gaan ontdekken. Maar dat vond ik wel heel interessant. Want ik ben daarmee wel benieuwd van hoe komen we dan uiteindelijk bij Largo Winch uit. Want er wordt wel even gezegd dat Largo Winch, toen hij 2 jaar was, in Sarajevo werd geadopteerd. Maar het verhaal verplaatst zich hier juist van de Balkan naar Amerika. Dus ik ben even benieuwd. Maar goed, dit is nog maar het eerste deel. Dus we hebben nog veel te gaan, maar ook in dit eerste deel zit al heel erg veel. Er zitten ook allerlei bekende zaken in, dat maakt het ook wel heel erg leuk. Ze gaan op zich wel in een redelijk tempo door de geschiedenis heen, maar het voelt niet gehaast. Tekeningen van Philippe Berthet vind ik natuurlijk heel erg mooi. En ik vind het toch wel bijzonder dat Sean van Hamme toch weer terugkeert naar de wereld van Largo Winch om dit verhaal te schrijven. Maar ik vind op zich dat hij het wel goed geschreven heeft. Wel even, één puntje wil ik even belichten, omdat me dat gewoon even opviel. Omdat dat in Amerika een issue is. Abortus. Er zitten 2 momenten in dit verhaal in dat er een vrouw aangeeft dat hij abortus wil plegen. En Vanko is een dokter en hij wil dat niet. In eerste instantie is het eigenlijk een beetje zijn eigen vrouw die dat wil. Dat heeft ook weer gevolgen voor hun relatie die al heel complex is. Maar hij geeft aan van de wet en de kerk mag het niet. Hij zegt, ik ben een dokter, ik wil leven beschermen en helpen en niet doodmaken. Dat komt tot 2 keer toe voor, maar de 2e keer dat het gemeld wordt, krijg je ook wel even weer het wederwoord van een vrouw daarbij. Die toch even hem van repliek dient. Dus ik vind het wel interessant dat Sean van Hamme dat vrij nadrukkelijk in dat verhaal heeft gezet. Dat is het enige puntje wat ik er even uit wil lichten. Daarbuiten is het gewoon, leest het gewoon echt lekker als een spannend verhaal met de nodige verwikkelingen. Spannend drama, relaties, intriges, er zit van alles in. Dus ja, goed, ik moet zeggen, ik vond het een aangename verrassing. Ik was een beetje sceptisch voordat ik eraan begon, maar uiteindelijk ben ik toch wel enthousiast over. Dus nou goed, het fortuin van de Winklaffs, van de Winches, gaan we het zo maar zeggen. Hij ligt bij de stripwinkel, dus ben je nieuwsgierig geworden, ga hem lezen. Als je hem gelezen hebt,
Laat in de comments weten wat je ervan vond. Was het een aangename verrassing of had je er toch meer van verwacht? Nou, ik hoor het graag. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.